Na de jaarrede hebben wij van de TBN Prime Alert dan ook interviews gehad met verschillende parlementariërs, waar we dan hun vroegen om een reactie, een eerste reactie op de jaarrede van de president. Aantal parlementariërs die staan erbij stil over de positiviteit, de grote zaken welke de president heeft aangekondigd en waar deze regering was en waar ze er dus nu zijn. De FID is er ter sprake geweest, zondag 25 mei 2025 is er sprake geweest, maar ook aantal zaken waar er kanttekeningen zijn geplaatst. Weet je, het zou cliché zijn als ik weer zou zeggen teleurstellen. Maar laat me het anders stellen. Kijk, wat je verwacht van een jaarrede is dat de president een uiteenzetting geeft van het beleid dat gevoerd zal worden in het komend jaar. En als je hier luistert wat de president gezegd heeft, is er geen enkel uiteenzetting geweest van het tevoren beleid. Dat is duidelijk. Dus dan vraag je je af, waarom een jaarrede? Wat we hier hebben gehoord is meer een soort van ophemelen van je eigen beleid. Terwijl je juist zou willen dat die samenleving daar tegenover jouw beleid aanprijst, omdat die samenleving voelt dat het beter gaat. En we hebben gezien dat dat alles behalve waar is. Als de president hier nu zegt dat jongeren nu in staat is om een hypotheek te nemen, om een woning te bouwen, dan snap je dat dat nonsens is. Omdat niemand in die samenleving, geen enkel jongere, if he maf pan ab money, in een man doet niks. Dat is gewoon niet naakte realiteit. Die president praat over verhogingen in loonsverhogingen en dergelijke. Maar we weten ook, loonsverhoging is doorgevoerd. Maar we hebben ook gezien dat de douanekoers op een gegeven ogenblik is gaan stijgen. Benzineprijs gaat de lucht in en dergelijke. Snap je? We zien ook dat die president hier zegt dat ja, het is een mijlpaal. Een andere mijlpaal is dat er overeenstemming is bereikt met betrekking tot de stroomtarieven. Migade, waarom heb je het in eerste instantie doorgevoerd alvorens je een overeenstemming hebt bereikt? Om achteraf het eerst door te voeren, om daarna te zeggen, we gaan daarna onderhandelen voor een overeenstemming. Je benadeelt die samenleving. Weet je, ik ben van Nikeri. En ik had gehoopt dat die regering me een duidelijk beleid zou presenteren met betrekking tot die ontwikkeling van Nikeri. De reissector, hoe gaan we ervoor zorgen dat die reissector zich verder zal ontwikkelen? Dat we gaan van, let wel, 17.500 hectare naar 30.000, 40.000, zelfs 60.000. Ik heb geen beleid daaromtrent gehoord. Hij heeft wel iets genoemd over 16 coöperatie. Maar we weten wat de perikelen zijn in die keer. We weten dat dat ding van Paul Boy Rice en paddikafverwerken en dergelijke. Dat zijn allemaal wenselijkheden. Dat zijn allemaal verhalen die ik 80 jaren hoor. Maar wat is het concreet beleid van die regering om ervoor te zorgen dat dat daadwerkelijk gebeurt? Je hoort dat die regering zegt, SLM gaan we niet afstoten. Prima. Maar wat is het beleid om ervoor te zorgen dat SLM daadwerkelijk uit de schulden komt? Waarin SLM verkeert. Wat is het beleid om ervoor te zorgen dat SLM het beter doet? Wat is het te voeren beleid in 2025? Nada, niet. Je hoort niets daarvan. Dus ik heb niets concreets gehoord waarvan ik zou kunnen zeggen, oké, ik zie een bepaalde richting, I like it, I could work with that. Ik zie het niet, dus dat is wel jammer. Maar ja, gelukkig heeft de president wel iets gezegd wat voor mij interessant is. Het is? Zondag 25 mei verkiezingen. Dan heeft die samenleving nu die ruimte om op die dag ervoor te zorgen dat ze hun goedkeuring of afkeuring uitspreken met betrekking tot het beleid. En dan zal de president met zijn beide benen op de grond staan. Want dan gaat hij die realiteit van voren krijgen. Hoe die samenleving en wat die samenleving vindt van zijn beleid. Niet wat hij van zijn beleid vindt. Wat volgens u de huidige realiteit? De huidige realiteit is diezelfde realiteit. Datzelfde gevoel dat ik heb en jij hebt met betrekking tot die economie. Met betrekking tot hoe survive ik vandaag. Hoe kom ik de maand door? Hoe kom ik de week door? Hoe kom ik de dag door? Hoe stuur ik mijn kinderen naar school? Wat ga ik mijn kinderen te eten geven? Hoe ga ik stroom, water en nutsvoorzieningen betalen? Dat is die realiteit. Die realiteit is, hoe kan ik als gestudeerde Suriname of alle andere Surinamers die gestudeerd zijn, een eerlijke baan vinden waarbij ik correct word beloond voor mijn hard werken en op basis daarvan mijn leven kan plannen en kan uitzetten. Wanneer je een dergelijke overzicht niet hebt
en het beleid van die zittende regering jou geen perspectief biedt, dan snap je wat er gaat gebeuren. Die realiteit is dat er honderden verpleegkundigen weggaan. Die realiteit is dat je gezondheidszorg op zijn kop zit. Die realiteit is dat jouw onderwijs op zijn kop zit. Dus die vraag is, wat gaan we precies doen? En dat is wat waarover de samenleving op de door de president genoemde datum een uitspraak over zal doen. En dat zullen we zien. Dank u wel. Graag gedaan.